We hebben het oude lava. Dus hallo. En we hebben dus de burning. Oh, dit is zo vet. Als je zeg maar een bos hebt wat heel dicht op elkaar zit, dan brandt dat compleet down door lava. Dat is echt ongelooflijk hoe erg dat was vroeger. Oké. Nou, dank je voor die damage. Hallo, hier is Kingo terug bij Minecraft, een Estelle Chick Adventure. En ja, waarom moet bijna elke episode worden beginnen met een oef of iets? Whatever. Anyway, we zijn weer terug. En in deze episode ben ik van plan om twee dingen te gaan doen. En het allereerste daarvan is, even kijken wat er allemaal in de buurt zit. De creeper meteen daar. Oh ja, ik heb het sound er terug gedaan voor de creepers van Explosions. Dus als ik even deze creeper ergens veilig kan laten ontploffen. Kijk hoor, je bent daar, ben je. Kom eens hier, jij. Kom eens hier. Ja, dan kan je horen dat het gewoon de oude wetse, de nieuwe sound is. Of ik vermoord hem gewoon. Dat kan ook natuurlijk. Want ik wil nog naar een stuk TNT toe. Dat is wel wat ik wil. Hier is de spider. Zo, passen. We gaan echt lood raken. Zit hij hier? Oké, kan ik hier eten van krijgen van kippen en zo? Voor mij is het letterlijk alleen pigs waar je eten van kan krijgen op het moment. Dus wacht. Oh! Hij is niet in één keer dood, maar close. Kunnen ze muren beklimmen? Ze kunnen nog geen muren beklimmen. Nice. Want dat was in het begin inderdaad nog geen ding. Dat komt nog. De spinnen kunnen nu nog geen muren beklimmen, dat komt nog. Oké, wat kan jij doen? Wat kan ik voor jou krijgen bedoel ik? Niet bijzonders. We hebben echt eten nodig. Dus laten we kijken of we iets kunnen vinden. Wat we vandaag gaan doen is eerst eens even eten zoeken. En daarna wil ik dus een klein beetje gaan bouwen. En daar hebben we piggies, mooi. En dan wil ik een klein beetje gaan exploren weer. En met exploren bedoel ik voornamelijk, ik wil kijken naar, hoe heet dat ding nou? De dungeon dingen die we hebben gevonden. We hebben een dungeon onder het zand gevonden in de vorige episode, waar ik niet meer naartoe ben gegaan. En dat wil ik dus nu even doen. Maar eerst terug naar vol levens. En dan wil ik een klein beetje verder exploren. Gewoon kijken van wat zit nog meer in de buurt. Want ik wil wat meer van de generation stuff zien. Dus dat is mijn idee. En ik denk wat ik dan ga doen is eerst even eten koeken en dan gaan we dat exploren gebeuren doen. Aangezien het nu nog dag is. Even kijken, de dag duurt niet zo heel lang meer, omdat ik dus een klein beetje langer was doorgaan vorige episode. Dus deze episode zal snel iets korter zijn. Want ik wil het wel gewoon in een dag houden en dat is gevaarlijk. Oké, ik kan sneaken, hè? Onthouden, daar kan sneaken. Kan ik van blokken af sneaken? Nee, want, oké. Ik dacht dat dat ook een ding was. Dat je gewoon per ongeluk op die manier van blokken af kon sneaken. Maar gelukkig hebben we daar geen probleem van. We hebben 3 stukken. 2 moeten we nu eten. Dan hebben we 1 reserve. Oké, dat is goed genoeg voor nu. Dus laten we hem even koeken. We doen het gewoon zo. Kool, whatever. Oké, we hebben lekker veel kool nu. Even kijken wat we voor de rest nog hebben. We hebben bijna genoeg voor een nieuw stuk armor. Dus dat is trouwens ook wel goed dat we armor hebben nu. Een beetje. Ik bedoel, we hebben ons mooie helm nu. Dus dat is mooi. Ik ga een klein beetje kobbel meenemen. Shovel. Ja, fine. Want we moeten al dat zand weghalen. Dus volgende... En ik hou het gewoon even op 1 om het wat makkelijker te doen. Dus, nope. Oké. Kim on pork chops. Dus ja, wat ik dan wel ga doen van de bouw straks is, ik wil gewoon die kant op. En ik wil daar dus mijn idee doen wat ik vorige episode had met dat glas. Dat is mijn idee nu. Dus we willen een beetje zand hebben. Maar het mooie is, die dungeon die daar staat, dat zit onder zand. Dus op die manier kunnen we een glas kopen. Dus dat zal geen probleem moeten zijn dan. En ja, there you go. Dus de tweede episode is online gegaan. En ja, daarin zei ik ook wel iets heel stoms. Ah, fuck, heb ik nou... Dammit! Oké, ik moet echt oppassen, want ik deed deur dicht met dat ding en nu is het weg. Whatever. Oké, that's fine. Dat is goed. Maar in de vorige episode zei ik dus dat ik... vertellen van wat er dus allemaal in deze update dus erbij is gekomen. En dat heb ik dus niet meer gedaan. Dus ja, wat is er als laatste bijgekomen in deze update? Nou jongens, sneaken is dus pas toegevoegd in Minecraft. In deze versie. Maar dat is niet alles. De kompas is er pas. Dus letterlijk de afgelopen update is de kompas erbij gekomen. En de fishing rod. Dus dat zijn de nieuwste 3 editions in Minecraft op dit moment. Oké, dus laten we hier maar gaan kijken. Dit is dus als het goed is gewoon een dungeon. Laten we kijken wat het is precies. Het ziet er heel erg al... Oh, misschien niet. Misschien is het geen dungeon. Het is geen dungeon. Ah, vals alarm jongens. Ah, dat is jammer. Man, ik had echt gedacht dat het een dungeon zou zijn. Maar goed, we hebben wel een beetje dingen nodig. We hebben wel wat zand nodig. Dus ik ga een klein beetje zand pakken. Het hoeft niet heel veel te zijn.
Ik wil iets meer meenemen, want er zijn een paar kleine dingetjes die ik eventjes wil. Heel lichtelijk wil terraformen bij mijn base. Omdat het niet echt heel netjes eruit ziet op het moment. Zeg maar, al dat water. Met wat net een beetje uitsteken. Zo, daar wil ik een beetje vanaf. Zo, een klein beetje. Halve stack zal goed zijn. Laten we een beetje gaan exploren verder. Wat zit daar? Is dat een overhang of zo? Tenminste, ik zie wat schaduwen. Ik zie wat dingen daar. Wat water. En ik zie hier dat het wat meer de lucht gaat. Oké, weet ik nog hoe ik thuis moet komen? Ja, oké. Die kant op. Ik zal even een klein cobblestone pillertje zetten. Zodat ik weet hoe ik terug moet komen. Kijk eens wat daar is, jongens. Holy moly. Laten we daar een keer gaan exploren. Nou, dat ziet er nog eens sick uit. Dat is een flinke cliff. Dus ja, dat is dus het mooie met deze world, world generation, zeg maar. Het is zo wild. Je kan gewoon de ergste dingen kan je tegenkomen. Is dat vuur? Dat is vuur. Oh ja, dat is natuurlijk ook een ding. Vuur is veel gevaarlijker. Dit is wel een coole passage. Zo, en dus er zweeft daar een paar blokjes. Cool, cool. Oké. Ja, die kant op, I guess. Hou het eventjes in de smiezen, dat ik nog even terug moet komen. Want ja, we hebben lava, jongens. Laten we eens kijken hoe het lava eruit ziet. Dat is ook waarschijnlijk iets nieuws. Yep. We hebben het oude lava. Dus hallo. En we hebben dus de burning. Oh, dit is zo vet. Als je zeg maar een bos hebt wat heel dicht op elkaar zit, dan brandt dat compleet down door lava. Dat is echt ongelooflijk hoe erg dat was vroeger. En ik wil er niet in lopen, want dat komt niet goed. Dus ja, als je een huis maakt van hout en er komt behoorlijk een fikkie in, dan burnt echt alles compleet naar de grond. Ongelooflijk. Oké, ja, daar hebben we een hele mooie landmark dit. Je kunt nog een heel mooi zelf van, oké, hier moeten we doorgaan om terug thuis te komen. De tijd zie ik nog niet echt. We hebben niet heel lang meer, maar ik wil nog een klein stukje verder. Voordat we terug gaan en gaan bouwen. Wat hebben we hier? Is dit een hoge pillar? Ja, redelijk. Oké, dus laat ik dan nog even afkijken. Ah, ik zie daar weer een nieuwe berg. En dan gaan we eventjes naar. Nou, we gaan niet daar naartoe. Ik wil even op deze heuvel gaan staan, kijken naar die berg. En dan zie ik wel of ik er nog een keer naartoe wil, een andere keer. Want ik ben ook van plan, als we uiteindelijk flink wat hebben gebouwd, om een flink exploration ding te gaan doen. Dat ik lekker ver weg ga, gewoon lekker exploren van waar. Wat is er allemaal te doen? Wat kan ik allemaal vinden? Want dit hier bijvoorbeeld, dat ziet er best wel cool uit zo. Met het water. Boten waren er wel al, ja. Maar volgens mij waren die nog enorm glitchy. Dus ik wil wel een keer boot proberen straks. Maar ja, verwacht niet al te veel goeds. Ja, dus dit is een beetje een forest biome. Hier hebben we de ocean. Daar hebben we allemaal eilanden. En daar gaat het weer verder. Dus dat is hoe ons land er nu uitziet. En hier hebben we dus onze grote cliff doorgang. Oké, dus we gaan een beetje die kant op. En dan gaan we via daar terug over de heuvel plassen door dit keer. En meteen neem ik ook wat piggies mee voor wat meer voedsel. Dat is ook wel handig. Maar ja, ik vind het gewoon vet. Op dit moment, zeg maar, de huidige world gen is gewoon zo hetzelfde. En het klinkt stom om dat te zeggen, want elke map is natuurlijk anders. Maar met hetzelfde bedoel ik van, je hebt altijd dezelfde biomes naast elkaar. Je hebt altijd, in die biome heb je het berg en in die biome niet. En ze zien allemaal ongeveer hetzelfde uit. En hier heb je dat dus compleet niet. Je kan echt gewoon de wildste dingen tegenkomen. Je kan dus in één keer dit tegenkomen. Twee enorme kliffen met een enorme doorgang ertussen. Zeg maar, dat is gewoon makkelijk mogelijk. There we go. We hebben lekker veel voedsel. Ja, ik ga nog even via daar. Het is, begint bijna donker te worden, dus we moeten een beetje opschieten. Maar we overleven het wel. We hebben een iron sword. En we hebben nog genoeg levens. Dus op zich is het niet echt het probleem. Oh, hallo. Ik hoor monsters. Daaronder zit waarschijnlijk een cave dan. Oké, okay, die pik. Je hebt mazzel. Jij blijft leven vandaag. Want ik moet terug. Dus oké. Okay. Dus het is gewoon die kant op. En gewoon een lading lopen. I guess. Zo. Okay. So, hetzelfde door een cave hier. Man, ik vind het echt vet. Ik vind het echt vet een beetje rondlopen. Dus oké. Okay. Hebben we genoeg zand voor wat ik wil doen? Ik denk het wel. Anders kunnen we altijd nog een klein beetje erbij halen. Hoe ver weg ben ik gelopen? Van mij neemt die kant nog op, right? Van mij moet ik nog een eindje die kant op. Kijk, oh nee, wacht, daar is het volgens mij. Ja, dat is de pillar. Dat is mijn pillar. Oké, dus we zijn bijna thuis. Misschien nog een klein beetje langs wat mobs moeten. Maar het zal geen probleem moeten zijn. Dus ja, en ik heb dus nu dat ding daar geplaatst dat ik weet van, oké, die kant op. Dan kom ik bij, bij de heuvel. Oké. Oh, het ziet er zo lekker uit. Die toort is ook zo. Echt mooi. Oké, ik vind het echt jammer dat dit geen dungeon was. Nee, want ik wil graag de dungeon wil ik graag zien. Omdat, hoe heet het? De oude cobblestone, de oude mossy cobblestone textures wil ik graag zien.
En ik wil gewoon kijken hoe die dingen precies werken en zo. En ik denk trouwens de volgende keer als ik ga exploren ga ik die kant op. Ik denk dat dat wel een interessante kant is de volgende keer. Oké. Dus ja, wat ik dus wil doen met dat extra zand wat ik dus heb is... Dit wil ik even opvullen. Zo. En dan heel dit wil ik opvullen. Maar dat is voor een andere keer. Zeg maar, heel dit wil ik opvullen straks. Dus laten we er binnen gaan. Done. Oké. Dus nu we binnen zijn, gaan we dus bouwen. Dat is nu ons doel. Dus al dit zand, wil ik het allemaal opmaken? Ik denk dat ik de helft zal doen ongeveer. Of iets net iets meer. 6, zo. Dus we gooien jou daarin. Jullie daarin. En we hebben lekker veel voedsel zoals je kan zien. Dus dat betekent dat we daar even goed mee zijn voorlopig. Oh ja, dit heeft geen geluid. Die kist openen. Ik dacht van, waarom zit er nog geen geluid bij? Cobblestone, ja, hebben we nodig. Laten we maar gaan minen dan. Laten we maar gewoon die kant op gaan. En dan proberen dus het ding te maken wat ik wil doen. Dus ja, ik heb nog niet gebouwd met hout. Ik weet niet of ik dat wil gaan doen hier. Ik denk het wel. Maar we hebben maar heel weinig. Dus je hout halen is ook een ding wat ik morgen moet gaan doen. En de volgende episode dus. Dus dan gaan we dat doen. Zodat we hout hebben. En dan kunnen we misschien de vloer van hout maken of zo. Ik weet niet precies wat ik wil doen. Dat moet ik nog zien. Misschien een deel. Zeg maar dat ik een kamer ga maken waar ik zelf in ga zitten of zo. Dat zou kunnen. Oké. Dus. Lekker alles weg gaan halen. Ik denk gewoon dat ik dit verder wil gaan doen. Zeg maar, dit wordt glas. En dan denk ik dat ik gewoon dit zo wil doen. En dan hier zo. Oké, ik denk dat dat er wel goed uitziet. Dus nu heb ik hier wel glas zitten. Ik moet het niet met shift doen. Ik moet het gewoon pakken en dan daar neerzetten. Dat is echt wel wennen hoor. Jezus, dat is... Ik weet niet, op een van de redenen heb ik daar de meeste problemen mee. Met, hoe heet het? Met het eruit pakken van dingen en het verplaatsen van dingen. Want je kan niks snel doen. Dat is een beetje jammer. Oké. Dit even mooier maken. Zo. Oké. Tors erop. Oké. Dan hebben we dit. Hoe ver is het nog tot daar? Best wel een eentje. Dus laten we gewoon nog eventjes 3 verder gaan ofzo. En kijken of we er dan zijn. Zo. Dus ja jongens. Hebben jullie ook ideeën van wat ik misschien zou kunnen doen hier al? Ik denk dat ik het meteen al aan jullie ga gooien. Zodat jullie wat leuke dingen kunnen zeggen. Want ik upload deze dingen dus, zeg maar. Ik upload de video. En dan, hoe heet het? Film ik meteen daarna wat het verder is. Hoe heet het? Wat de volgende app? Of ik upload een video en dan film ik de volgende episode pas. Dat is hoe ik het doe. Dus ik kan nu een keer fatsoenlijk jullie feedback meenemen, zeg maar, naar de volgende episode. Ik moet het een klein beetje anders doen, want op dit moment dan upload ik het en dan ga ik meteen filmen. Dus dan heb ik geen feedback op die video nog. Dus ik wil het een klein beetje delayen. Ik bedoel, morgen, of deze episode, zal, hoe heet het, gewoon op zondag beginmiddag zijn weer. Maar ik zal pas gaan filmen dit keer in de avond. Zodat ik wat feedback voor jullie krijg. Dus als jullie dit zondagmiddag kijken, dan laten we wat feedback achter van wat willen jullie dat ik ga doen. En dan kan ik dat meenemen in de episode vanavond, die ik vanavond dus ga filmen. Maar goed, in ieder geval, ja, wat wil je dus doen? Dus ik wil nog meer gaan exploren. Ik wil nog een keer mine gaan beginnen, wat verder de grond in caven. Ik moet nog een farm maken, dat zou ik eigenlijk doen in deze episode. Maar ik denk dat ik dat dan misschien de volgende episode ga doen, de farm. Ik denk het. Maar het ligt er dus aan, want dat is de episode waarvan jullie ook input kunnen geven. Maar ik moet wel dingen hebben. Wat torches. Ik hoop niet dat er wat span nu ik even torches ga maken. Dat zou ik niet zo heel fijn vinden. Zo, torches, 4 stuks. Laten we maar terug gaan. Oké. Dus ik plaats even tijdelijke torch daar. Oké, dus hoe ver is het? Ja, ik denk dat het al wel goed is hier. Dus ik heb dit. En dan wil ik hier... de deur doen. Of het glazen dingetje. Dus dat wordt dan zo'n idee heb ik. Ik moet een beetje oppassen dat er niet in één keer iets op mijn kop valt. Een klein beetje voor oppassen. Zo. Hier komt een deur in. Maar voor nu doe ik even dirt. Zo, dus dit is mijn idee, wat ik heb hier. Jij bent van glas. En dan hebben we onze grote open dingetje waar ik wil doen. There we go. Dit is het. Dit is het idee. En dan doe ik deze nog weg. En dan hebben we een lekker grote open ruimte waar ik dus van alles kan doen hier. Dat is, was mijn idee. En dan kan ik hier misschien een farm inmaken ofzo. Of dan kan ik hier misschien een storage doen of iets. Zo'n soort idee had ik. Dus... Dit nog even weghalen. Kijk, tot hier ongeveer.
Dan hebben we een mooie open ruimte. Dat ding moet ook nog weg natuurlijk hier zo meteen. Weet je wat? Ik denk gewoon dat ik als grond hier zo in ieder geval even voor nu kobbel ga doen. Oh, dat is mijn pickaxe. Oké, damn it. Oh, dat kan ik niet moeten doen. Want nu heb ik geen iron pickaxe meer. Even wat dingen neerzetten. Licht. Dit moet trouwens ook nog weg. Die muur. Ik wil nog eentje verder, maar ik wil het mooi symmetrisch hebben, zeg maar. Dus dat is nog iets wat ik moet aanpassen. Maar ja, jullie zien in ieder geval hoe langzaam dit bouwen nu gaat. Hoe langzaam deze episodes nu rollen. Dit is geen snel tempo. Dit is echt geen hoog tempo. Maar goed, oké. Ik moet even oppassen hier, want ik wil hiervan dus één pickaxe maken. En een axe. Dat heb ik nog niet gemaakt namelijk. Dus laten we een axe maken. There we go. Onze eerste axe. Sweet. Want daar kunnen we straks makkelijker hout mee halen. Want dat is wat we zo nodig gaan hebben. Meer hout. Dus, oké. Dan, deze muur moest nog weg. Oké. Die is glas. Zo. Ja, oké. Dus als we dit weg hebben en dan heeft de vloer weer weggedaan, dan ben ik klaar met dit gedeeltje. En ik probeer ook zo min mogelijk te skippen trouwens, want ik weet dat ik dit makkelijk zou kunnen skippen. Maar dat doe ik expres niet. Ik doe het expres niet omdat ik gewoon fatsoenlijk, ik wil één dag volhouden en ik wil het gewoon lekker doen met jullie erbij. En dat we lekker relaxed door de episode kunnen gaan. Om ook een beetje het gevoel te hebben, want in het begin dan skipte ik volgens mij ook niet of nooit. Dus zo. Beetje kobbel. Ja, ik doe alles vanaf hier, doe ik mijn kobbel. Heel dit. En dan is het ongeveer goed. En dan moet ik echt even stoppen met minen. Want anders gaan mijn pickaxe er heel snel aan. Nou ja, zo'n probleem is het niet. Ik bedoel, ik heb meer stone en zo. Het maakt niet heel veel uit. Nee, ik heb gewoon hout nodig. Daar komt het op neer. En dat moet ik dus morgen halen. Voor de deur hier bijvoorbeeld. Dat is wat ik nodig heb. Oké. Ja, ik zit te denken om hier nog wat dingen aan te passen. Zeg maar dit zo. Oh, voor spiders. Kijk, zeg maar zo. En dan een klein beetje. Dus hier zo. Gewoon heel deze doorgang of zo maken van kobbel. Dat is denk ik wel goed. En zo. En hier ook. Oh, hallo spider. Gezellig. Ja, het ziet er leuk uit, hè. Ik weet het. Begint er knus uit te zien. Zo. Oké, dus ja, heel dit deurdak wil ik eigenlijk van. Van smooth stone doen. Dus ja, we hebben een hele lading dingen nu. We hebben echt heel veel kobbel. Dus laat ik maar een lading opkoeken. Gewoon een lading smooth stone maken. There we go. We gaan onze eerste volledige stacks erin gooien. There we go. We hebben nog wat glas over. We hebben in ons zand. Oh ja, dat moet ik doen. Ik maak een extra furnace, een derde. En daar gebruik ik eventjes voor het voedsel te koeken. Dus there we go. Oh, nu werkt het wel. Nu werkt het wel dat het gewoon in één keer deze kant op gaat. Waarom? Is dat nu wel een ding? En bij deze niet? Nou ja, whatever. Houd maar even zo. Het is goed. Oké, we moeten even met wat annoying mobs even dealen. There we go. Oké, waar is de rest? Hallo? Nou, oké. Anyway, zo ziet het er nu uit. Ja, ik denk dat het wel kan werken. Maar ik denk dat ik dit weg wil halen. Om het een iets wat beter gevoel te geven. Dus dan wil ik dit gaan doen zo. En dan wordt dit, of deze dingen worden ook nog kobbel. Ik denk dat dit er gewoon veel beter uit gaat zien. Zo. Ja, dan wat zo gaan doen. En dan misschien ook hierboven een laagje. Zo. Ja, ik denk dat dit wel wat beter dingetje geeft. Zo. Jouw weg. Ik moet hier een klein beetje gaan mini terraformen, I guess. Maar nou, het zal allemaal wel. Beetje zo. Oké, hou het hier even op. En dan plas ik hier twee blokken zand. En dan zijn wij... Ah, ik heb maar één blok. Really? Dat is kobbel. Weet je wat? Het is goed voor nu. Dus jongens, dan hebben wij op dit moment dit. Oké, het begint er te komen. En hiervan zit ik te denken om een soort van tuintje te maken uiteindelijk. Dus dan wordt dit helemaal gras. En dan hebben we een mooi tuintje. Kom je hier zo uit. Mooi tuintje om te kijken. En dan wordt hier, ga ik gewoon mijn farm maken van heel dit gebeuren. Dus oké, jongens, dan is dit dan het einde van deze episode. Dus hopelijk hebben jullie genoten. Ik in ieder geval weer wel. Dus nogmaals, laat wat feedback achter in de reacties voor de volgende episodes. En dan neem dan misschien mee. Maar het is grote kans dat het gewoon, dat het gewoon dingen zal zijn. Het halen van hout, klein beetje verder werken aan het huis. En dan misschien een klein beetje meer exploren ofzo. Maar laat achter als jullie een leuk idee hebben en misschien doe ik dat dan. Dus jongens, bye bye. En tot...